Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op kanaal Creatief met Rebecca. Ik hoop dat jullie allemaal een hele leuke vakantie hebben. Mijn vakantie zit er inmiddels weer op, dus het is weer tijd voor creatieve video's. En we gaan vandaag beginnen met hele leuke hartjes enveloppen gaan vandaag maken. En dat is nu deze, ik laat het je even zien. Deze en ik heb ook deze gemaakt. Want je kunt hem maken van een oud tijdschrift, maar je kunt natuurlijk ook gewoon gekleurd A4 papier pakken of wit A4 papier, wat je maar in huis hebt. En wat je nog meer nodig hebt is lijm. Dus met deze twee materialen gaan we een hele leuke envelop maken. Dus ik zou zeggen, pak je knutselspulletjes erbij, ga ik mijn camera draaien en dan gaan we creatief aan de slag. Ik heb mijn spullen klaargelegd. Ik laat jullie de variant zien met het gewone papier en de variant zien met het tijdschrift. En met het tijdschrift zal ik iets versneld doorspoelen. Dus ik zal eerst beginnen met de langzame uitleg hoe je het envelopje vouwt. En deze envelopjes kun je natuurlijk ook gewoon superleuk gebruiken voor sneeuwmeel of om kaartjes in te stoppen. Om te beginnen leg je je A4 papier in de lengte voor je en je vouwt de punt naar de, voor mij links. Dan heb je dit. Dan heb je hier nog boven een strookje. Deze vouw je naar beneden en weer terug. Dan vouw je de punt weer terug. Dan heb je hier een vouwlijn. Daar zet je de eerst je papier, dan vouw je hem, je vouwt hem open, dan heb je hier een vouwlijn en je hebt hier een vouwlijn en deze vouw je naar de tweede vouwlijn. Die doe je dubbel, deze hou je zo, je vouwt hem een keertje van overdwars. Je vouwt hem weer open. Ik zal mijn camera iets uitzoomen. En je draait het papier om. Dan ga je de twee hoeken naar de binnenkant vouwen. Dan heb je een soort half vliegtuigje. Dit laat je zo. Je draait hem om. En je vouwt deze punt naar de volgende vouwlijn. Dan heb je dit. Dan draai je hem weer om. En dan heb je hier twee kleine strookjes. Deze vouw je open. En dan zie je hier een soort vierkantje ontstaan. Dan vouw je deze punt vouw je naar binnen. En ook deze, dit vlakje vouw je naar binnen. Dat doe je ook bij de andere kant. Je vouwt het flapje open. Deze punt vouw je naar binnen. En dan heb je hier een driehoekje. En ook dit driehoekje vouw je naar binnen. Dan heb je eigenlijk al de bovenkant van het hartje namelijk. Want als ik hem nu omdraai, zie je hier al het hart wat we net gevouwen hebben. Dan vouwen we de zijkanten. Dan pakken we onze lijm erbij en dan vouwen we de aan de bovenkant door lijm.
En dan hoeven we hem alleen nog maar dicht te vouwen. Hij moet natuurlijk heel even drogen. Maar klaar is onze eerste hartjes envelop. En de achterkant, de flapjes aan de achterkant, zou je ook nog even vast kunnen plakken met een klein beetje lijm. En als die droog is, is jouw envelopje klaar voor gebruik. Dan ga ik hem nog een keer doen. Dat doe ik uit een bladzijde van het tijdschrift. Het maakt dan niet uit welke bladzijde je pakt. En dan ga ik hem ietsje sneller doorspoelen. En ook hier begin je weer met de vouwlijn naar links. Het bovenste flapje vouw je naar binnen, je vouwt hem open, je vouwt hem naar de eerste vouwlijn en je vouwt hem naar de tweede vouwlijn. Dan sla je hem nog een keertje dubbel, dan draai je hem om, je doet de hoeken, vouw je naar binnen op de middelste lijn. En je vouwt de bladzijde om, je vouwt de punt tot aan de tweede vouwlijn, je draait hem weer om, je vouwt de flapjes open, het driehoekje vouw je naar binnen. En dit doe je bij de andere kant ook. Je vouwt het flapje open, het eerste hoekje naar binnen en het laatste puntje gaat ook naar binnen. En dan heb je je hartje alweer gevouwen. De zijkanten vouw je naar binnen. En ook daar doe je dan lijm op. En dan zijn we met het vouwen van onze envelopjes natuurlijk weer aan het einde gekomen van deze video. En ik hoop dat je weer wat inspiratie hebt opgedaan. En deze envelopjes gaan we natuurlijk ook de volgende keer weer gebruiken in een leuke sneermail. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.